Hallo en welkom bij de unboxing van Archeo Society. Archeo Society kan je spelen van 2 tot 6 personen en zal ongeveer een uurtje duren. Eerst en vooral in leuk aanvoelend krantenpapierachtig materiaal de spelregels in het Frans en dan in het Nederlands. Het is zeer groot en zeer mooi geïllustreerd. Ziet er een zeer duidelijk regelboek uit. En dit is eigenlijk enkel de gameplay en hier staat zelfs al het einde van het spel en dergelijke. Dus de regels zullen ook wel meevallen. Ziezo. Dan zien we, of hebben we, enkele punchboards. Ze zijn vrij dun. Iets dikker dan een millimeter, denk ik. Ik had al een ander kaartje mee, dus 5 punchboards. Zeer grote vlakken, die zeer gemakkelijk punchen. Even wat rest zitten, maar dat is niet erg. Liever een beetje rest dan dat ze gescheurd zijn. En dan hebben we nog kleinere tokens die zeer gemakkelijk uit de punchboards gaan. Ziezo, dus zo zijn er 4 in totaal. Dan hebben we een waarschijnlijk puntenspoor. Gaat tot 100 eigenlijk. En dan weer sterretjes opleggen. Onze spelers. Niet dubbelzijdig. En een maak van dun materiaal. Dan hebben we hier 6 standee. Trays eigenlijk, om iets in te plaatsen. Ja. Er zit er nog in. Dus 8 in totaal. Het zal overeenkomen met de gebieden die je daar kan uitpunchen. Dan hebben we hier een doosje. Ja. En in een envelop zit wat materiaal. Ik vermoed dat ik wel mag kijken naar het materiaal. Het zijn allemaal houten tokens. Ja. Met duikbootjes en gewone boten. Dit hier is een auto. Dit hier lijkt op een luchtballon. Dan hebben we nog, ik moet goed kijken op welke zijde dat ik het draai. Een soort vaarboot ook, denk ik. Een gewone auto. Zo. Degelijk materiaal. Houten meeples, miniaturen. En dan hebben we hier kaarten. Zo. Personages met kleuren, dus dezelfde figuur, maar met een roze. Rode en groene band erboven. En dit zullen allemaal personages zijn. Nou, rechts onderaan staat er ook een icoontje. Dat zal wel zijn belang hebben tijdens de gameplay. Andere tray. Opnieuw hetzelfde verhaal. Verschillende personages. Kijken naar de achterzijde. Die is ook allemaal hetzelfde op het eerste gezicht. Ja. Maakt van vrij grote kaarten. Misschien standaard of net iets groter. Deze achterzijden zijn wel verschillend. Of de voorzijdes toch. Horen zien en zwijgen. En een soort hekkenprofessor die recht uit de film Jumanji komt, de originele dan wel te verstaan met Robin Williams. En allemaal verschillende figuren. Ziezo, dit was onze unboxing van Archeo Society. Bedankt om te kijken.